Dit was dan Vincent de Vries, het jonge talent uit Scheveningen. De toegift die hij speelde was uit de kathedraalsuite van Gordon Jong en wel de Toccata. Na het concert had Kees van der Pol nog een kort interview met hem. Luisteraars, we zitten op het ogenblik in de Grote Kerk te Breda, waar vanavond een orgelconcert werd gegeven door wat we kunnen noemen de jongste concertorganist in Nederland, Vincent de Vries. En wanneer we het nou toch over de leeftijd hebben, in de pers zijn verschillende leeftijden genoemd. We hebben gelezen 14 jaar, 16 jaar of 17 jaar. Vincent, wat is op dit moment eigenlijk je juiste leeftijd? Ik ben sinds 2 april ben ik 17 jaar. Kijk, kijk, nou weten we dat tenminste. En wat ook wel belangrijk is, wat ik zo graag zou willen weten is, heb je natuurlijk erg druk gemaakt voor het orgel. Je bent er altijd mee bezig, maar heb je daarnaast ook nog andere hobby's? Ik vis graag vanaf de haven of op de boot, op de sportlogger. En ik fiets graag op de racefiets. Kijk, kijk, dus je hebt dus van alles en nog wat. Uiteraard ben je ook nog op school, voor zover we weten. En hoe gaat het nou met de tijd die je voor je orgelstudie nodig hebt en de tijd voor je schoolstudie? Hoe verdeel je dat eigenlijk? Nou, ik zit nog steeds op school dus. Ik moet 1 jaar mijn HAVO afmaken. Ik ga nu naar de 5e klas. En ik heb ook nog mijn pianostudie erbij. Dus ik verdeel een beetje pianostudie en orgelstudie. En daarbij komt natuurlijk mijn huiswerk. En naar de HAVO ga ik, naar het eindexamen ga ik in het consortium. Ik denk dat ik dan wat meer tijd heb, omdat ik dan geen volledige dagtaak heb. Nou hebben we het over de orgel en piano, maar hoeveel uur per dag besteed je nu aan de studie voor orgel en piano? Nou, dat hangt er vanaf. In het weekend heb ik vaak veel meer tijd en dan ga ik bijvoorbeeld de zaterdagmiddag naar de kerk of zo. En soms heb ik vaak tijd, maar door de week dan is het soms maar een uurtje of zo, of soms iets meer. Dat hangt vanaf hoe ik met school zit. Vakantie heb ik natuurlijk ook veel tijd om mee te studeren. Ja, ja. Dus naast je hobby's heb je dus de grootste de gedeelte van je tijd besteed aan de orgelstudie en je schoolstudie. Een andere vraag. Wanneer en hoe ben je eigenlijk begonnen met die muziek? Hoe ben je erachter gekomen dat je zo gek bent op muziek en dan speciaal ook dus ook voor het orgel? Nou, ik ging dus al op een hele vroege leeftijd, 3, 4 jaar, ging ik mee naar orgel zetten van vaak als mijn zoon. Maar ik speelde verder nog aan piano en toen ben ik op mijn 4e begonnen pianoles. Tenminste, mijn moeder gaf me toen les. En toen bleek ik ook aan de piano kon spelen. Toen ben ik naar mevrouw Wils gaan, zo heet die mevrouw. Toen heb ik pianoles gekregen tot mijn 10e jaar. En toen dacht ik over naar het consortium te gaan. En toen heb ik om mijn 10e heb ik de toelatingsexamen gedaan op het consortium. En toen ben ik dus toegelaten. Toen heb ik eerst les gehad van Janine de Costa, pianoles. En dan, daarna, ze was ziek daarna geworden, toen ben ik naar Theo Bruins gegaan. Ik heb vanaf mijn 11e, 12e les gehad. Daar heb ik nog steeds les van. Toen speelde ik helemaal geen orgel zo. En 2 jaar geleden ben ik er ineens mee begonnen. Wat ik in de krant gelezen heb, jij hebt ook nog een beurs gekregen van de minister van WVC, van cultuur heette. Dat was minister Pijs, als ik het goed begrijp. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Nou, ik zou dus gewoon pianos krijgen op Constorm. En dan zou ik ook dus die school moeten volgen daar. Maar dan zou ik in de klas komen met 20 balletmeisjes. Nou, dat leek me niet veel. Dus hebben ze van mijn uitzondering gemaakt dat ik gewoon elke vrijdag naar consortium moet de pianos nemen. Maar dat ik daar niet op school hoef, dat ik gewoon op een andere school kan. Kijk, kijk, dat is heel interessant. Want dat is een unicum waarschijnlijk in Nederland. Nog een vraag. Heb jij voorkeur voor bepaalde componisten? Nou, Bach natuurlijk. En Reker. En de Fransen, Widor, Kimman, Vierne en zo. Daar gaat mijn repertoire ongeveer van Bach tot Dupré en zo. Langlais. Die tot Vierne. Jij geeft nogal veel concerten, geloof ik. Hoeveel zijn er dat op dit moment ongeveer per jaar? Moet ik nagaan. Ja, ik heb nu de laatste maanden, mei en juni, veel concerten gehad. 1 keer in de 2 weken of zo. Maar per jaar zo'n 10, 15 concerten. En ook concerten in het buitenland, dat moet nog komen. Goed, nog 1 vraag en dat is misschien voor de Bredanaars toch ook wel leuk om van jou te horen hoe jij het orgel in deze kerk vindt. Nou, ik vond het schitterend, ik heb ervan genoten. Ik heb alle keus, want het heeft even indruk omgemaakt.
Ik heb met plezier gespeeld. En wij hebben met plezier geluisterd. Veel succes verder in je verdere loopbaan. En we hopen je nog graag eens een keer terug te horen.